Dank u wel voor de mooie introductie en welkom allemaal. We gaan het inderdaad hebben over de crisis. Ik ga jullie proberen een terugblik te geven en een vooruitblik. Maar voor ik start wil ik even benadrukken wat er rechts onderaan de eerste slide staat. Met name dat ik mijn eigen mening hier verkondig en dat die mening die ik hier verkondig niet kan toegeschreven worden op geen enkele manier aan de Europese Commissie. Dat is belangrijk. Laten we van start gaan en eens nadenken over de impact van de crisis. De impact kan je natuurlijk meten op heel veel verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid. Om je een idee te geven, er zijn nu, na de crisis, 10 miljoen mensen meer werkloos dan voor de crisis. 10 miljoen. De jeugdwerkloosheid, gemiddeld gezien, in Europa bedraagt nu 25%. 1 op 4 jongeren werkloos. Dat is een gemiddelde. We kunnen verdrinken in een vijver die gemiddeld 20 centimeter diep is. Dus gemiddelde kunnen ook sommige dingen verbergen. Bijvoorbeeld in Griekenland, in Spanje is de jeugdwerkloosheid 1 op 2. De crisis heeft ook de ongelijkheid doen toenemen tussen arm en rijk. Ze heeft het armoederisico doen toenemen. Maar als econoom ga ik hier starten met te kijken naar de staatsschuld. En die grafiek hier toont hoe de staatsschuld ervoor stond in 2007, voor de crisis, en hoe ze ervoor staat in 2013, het tweede kwartaal. En dat zijn de aangroei tussen die twee data, dat zijn die rode balkjes. En je ziet voor een aantal lidstaten, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, zie je dat de schuld van die lidstaten enorm is toegenomen. Kijk vooral bijvoorbeeld naar Ierland. Dat was de Keltische tijger, een geweldig goed draaiende economie. Wel, dat land heeft zijn staatsschuld zien toenemen van 25% van het bruto binnenlands product op enkele jaren tijd naar 125% van het bruto binnenlands product. Een vervijfvoudiging van die staatsschuld. En we zijn allemaal Belgen, of de meeste van ons zijn toch Belgen. België heeft zijn staatsschuld kunnen terugbrengen van 135%, denk ik, naar ongeveer 80% voor de crisis. Nu zijn we terug aan 106, 107%. Maar dat heeft ons 2-3 decennia gekost om die schuld van 135 naar 80% terug te brengen. Dus dat geeft u een idee hoe moeilijk het gaat zijn voor de Ieren om die schuld terug af te betalen. Het gaat hier werkelijk over intergenerationele transfers. Een tweede parameter die we kunnen bekijken is het bruto binnenlands product wat we allemaal samen op 1 jaar tijd produceren. En hier geef ik het meest frappante voorbeeld van Griekenland. Dus wat die grafiek u toont is dat het Griekse BBP gedaald is met ongeveer 1/4. Dus de koek of de taart die de Grieken elk jaar bakken is met 1/4 afgenomen. En dat is tamelijk indrukwekkend. Want wij leven nu in een economie die amper groeit. En een economie die amper groeit, die botst op problemen. Waarom? Als een economie niet groeit en ik ga erop vooruit, dan moet er iemand anders op achteruit gaan. Dus je krijgt veel meer politieke spanningen tussen mensen. En dat is al het geval als een economie niet groeit of amper groeit. Kan je nagaan wat voor een politieke clashes er kunnen optreden als een economie krimpt met 25% van 100 naar 74. Een tweede parallel die volgt uit die grafiek is dat die geweldige reductie in welvaart die de Grieken produceren, dat die ongeveer gelijk loopt hier met die lichtblauwe lijn. En die lichtblauwe lijn is het verloop van het BBP in de Verenigde Staten in de jaren 30. Ik weet niet of dat velen zich dat herinneren, maar dat is de periode van de Grote Depressie. Dat was een afschuwelijke periode waar de werkloosheid naar 25% ging, prijzen met 30% kelderden, waarin industriële productie met 40% kromp in de Verenigde Staten. Niet alleen in de Verenigde Staten, ook in Duitsland, Frankrijk, België. Industriële productie met 30% gekrompen. Dat was een afschuwelijke tijd. En dat heeft eigenlijk het klimaat geschapen om
voor Hitler in feite om aan de macht te komen. En uiteindelijk heeft dat aanleiding gegeven tot de Tweede Wereldoorlog. Dus ik wil hier maar gewoon de parallel trekken en proberen aan te tonen hoe verschrikkelijk diep die crisis is, zeker voor bepaalde lidstaten. Een derde voorbeeld is gewoon aandelenmarkten. Als je de aandelenmarktenniveaus voor de crisis neemt en je zet die gelijk aan 100, dan zie je dat bijvoorbeeld voor Griekenland, die hele lijn hier, dat de Griekse aandelenbeurs tot op vandaag zich nog steeds op 20% van haar pre-crisisniveau bevindt. Dus de aandelenwaarde van alle Griekse bedrijven is gedecimeerd tot 1/5 van het niveau voor de crisis. Cyprus schiet bijna niks meer van over. Italië, Portugal, Ierland zijn nog steeds niet boven een halvering van die marktwaardes gekomen. Dus geweldig welvaartsverlies in die economieën. Maar laten we nu inderdaad overgaan naar de banken. En eigenlijk, hier is het in Europa in feite mee begonnen. Dus hier zie je mensen zoals u en ik die staan aan te schuiven in de rij voor hun bank om hun spaargeld te komen ophalen. Waarom doen ze dat? Ze hadden 14 september 2007 op het radionieuws gehoord dat hun bank een noodkrediet kreeg van de Bank of England, de centrale bank van Engeland. En uiteraard waren alle mensen bezorgd en zijn ze in plaats van naar hun werk naar de bank gelopen om hun spaargeld op te vragen. Er speelt hier nog een extra factor mee. En dat is dat in Engeland, in tegenstelling tot België, het depositogarantiesysteem, dus het systeem waarbij de overheid ons spaargeld verzekert, dat dat er anders uitzag. In Engeland was het zo dat je enkel de eerste 2000 pond verzekerd was. En vanaf 2000 pond tot 35.000 pond was je slechts voor 90% verzekerd. Dus je verloor 10% van het bedrag dat je op je spaarboekje had staan boven 2000 pond. En uiteraard wil niemand zijn zuurverdiende spaarcentjes verliezen. Niks daarvan, geen 10% ervan. En dus ging iedereen in allerijl naar de bank. En dat was dus inderdaad opnieuw 70, 80 jaar geleden, sinds de Grote Depressie, dat men nog dergelijke taferelen had gezien. Mensen die in paniek hun spaargeld kwamen opvragen. Maar in feite is het verhaal iets gecompliceerder. Want die mensen die hier staan aan te schuiven, die zijn eigenlijk te laat. In de zin dat de echte run op de bank zich al had plaatsgevonden in de weken voordien. De weken voordien hadden andere banken, die ook krediet gegeven hadden aan diezelfde bank, hun geld al reeds teruggetrokken. En dat heeft juist de Bank of England moeten doen ingrijpen. En die ingreep heeft dan op haar beurt de spaarders de stuipen op het lijf gejaagd. Dus dat is wel de nuance, dat het hier de banken zelf zijn die het krediet voor elkaar hebben weggetrokken. Hier is een quote die aantoont dat... Dat is een quote van Ben Bernanke, dat is de president van de Centrale Bank van Amerika. Die stelt dat in die periode was er ook een gerucht, we zijn nu een jaar verder, september 2008, die stelt dat een faillissement van Lehman Brothers zou aanleiding geven tot een enorm verlies aan vertrouwen in andere financiële instellingen. En als het faillissement zich zou voordoen, zou een ramp zijn, een catastrofe, dan moeten we ten allen prijzen voorkomen. We moeten alles doen om dat te voorkomen. We weten allemaal wat er is gebeurd. Ze hebben het faillissement niet kunnen vermijden. Lehman Brothers heeft op 15 september 2008 het faillissement ingediend. En dat heeft de financiële systeemcrisis ingeluid. Hier zie je geen spaarders op straat. Lehman Brothers was een investeringsbank, die gaf geen spaargeld, of die nam geen spaargeld aan eerder. Maar je ziet de traders, de handelaars, die eigenlijk hun persoonlijke bezittingen mee naar buiten dragen. Maar het belangrijke is dus dat die datum, je hebt Northern Rock, hier is het begonnen, er waren wat problemen, Northern Rock, september 2007, andere instellingen komen in de problemen, maar het is vooral wanneer Lehman Brothers failliet gaat, dat de crisis werkelijk iedereen mee in het bad trekt. De vertrouwenscrisis is totaal. Banken vertrouwen elkaar niet meer.
De interbankaire markt, dat is de markt waarin banken lenen en ontlenen aan elkaar. De diepste en meest liquide markt ter wereld, die droogt op. Die stopt gewoon met functioneren. En dit noodzaakt de overheden om massaal in te grijpen. Je ziet dus de meest gerenommeerde instellingen, honderden jaren oud, komen in de problemen. Ze zijn niet langer meer in staat om op eigen benen te staan. Nog een tweede quote van Ben Bernanke. Ik vind dit een heel frappante quote. En hij stelt dus dat in september en oktober van 2008 dat dit inderdaad de ergste financiële crisis in de wereldwijde geschiedenis was, inclusief de Grote Depressie. En hij kan het weten, Ben Bernanke, want hij heeft daar zijn onderzoek naar gedaan, naar die periode. En hij stelt verder dat van de misschien 13 meest belangrijke financiële instellingen in de Verenigde Staten er 12 waren die het risico liepen failliet te gaan binnen een periode van 2 weken. En we spreken over de belangrijkste financiële instellingen. Dat zijn instellingen die elk op zich misschien $3000 miljard aan activa en aan passiva op de balans hebben staan. Dat is regelrechte waanzin, volledige paniek. De autoriteiten waren er niet op voorbereid. Ze zagen dit niet aankomen. Deze grafiek geeft de kaart weer van de les die ik vanavond ga brengen. Dus u ziet daar de financiële systeemcrisis van september 2008, waar ik het nu net over gehad heb. Ik zal iets zeggen over wat de autoriteiten gedaan hebben op de korte termijn om die vertrouwenscrisis in te perken, op te lossen. Dus de bail-out. Hoe groot is die geweest? Hoe zag die eruit? Op zich was dat succesvol. Dus we hebben een grote depressie voor de hele Europese Unie en de Verenigde Staten kunnen vermijden. Een tweede grote depressie kunnen vermijden. Maar die ingreep, die noodingreep, die heeft natuurlijk de onderliggende problemen niet opgelost. En om die onderliggende problemen op te lossen, is er dus een hervormingsagenda, een ambitieuze hervormingsagenda, opgesteld en doorgevoerd. 2009, dat is het jaar waarin dus de economieën allemaal in recessie vielen. Dus veel meer werkloosheid, veel minder belastinginkomsten. Dus de druk op de budgetten wordt veel groter. En uiteindelijk resulteert die economische crisis, die recessie, in een tweede crisis die er bovenop komt. Het is belangrijk dat die crisis een volledig andere crisis is die specifiek was voor ons, voor de eurozone. Niet voor de Verenigde Staten, niet voor Azië, enkel voor de eurozone. Ik ga helaas hier door tijdsgebrek, ik heb maar een uur, een dik uur, ga ik hier slechts zeer oppervlakkig kunnen over zijn. Ik ga me inderdaad focussen op die financiële systeemcrisis. Maar heel belangrijk ook om de recente gebeurtenissen te interpreteren. En uiteindelijk bevinden we ons als Europa nog altijd op het kruispunt. Ofwel meer Europa, ofwel minder Europa. Ofwel valt Europa uit elkaar, oftewel wordt er veel meer soevereiniteit samengevoegd en getransfereerd naar het supranationaal, naar het Europese niveau. Oké. Dus, schema van de les, duidelijk. Eerst die financiële systeemcrisis beter begrijpen en de reactie van de autoriteiten erop. Het tweede deel zal ik slechts oppervlakkig behandelen door tijdsgebrek. En ik wil dan inderdaad afsluiten met een soort evaluatie. Waar staan we 6 jaar na de systeemcrisis in het hervormen van het systeem? En kunnen we met een gerust gemoed gaan slapen allemaal straks? Want één ding is zeker, of zou zeker moeten zijn, we kunnen ons een dergelijke crisis niet meer veroorloven. Die is te ingrijpend, te belastend. Oké. Als introductie voor die financiële systeemcrisis, wat is het financiële systeem? Wat is de rol van het financiële systeem? Wat zou de rol moeten zijn van het financiële systeem? Wel, het moet gezinnen en bedrijven helpen om hun risico's beter te beheren. Ten tweede, het moet een betaalsysteem organiseren dat efficiënt is en betrouwbaar. We willen allemaal overschrijvingen maken en gemakkelijk en efficiënt en veilig.
En ten derde, het moet ervoor zorgen dat het spaargeld daar terechtkomt waar het het meest productief is. En daarmee refereren ze met de term intermediatie. De banken spelen een belangrijke en centrale rol in het financieel systeem. Dus zij proberen die drie functies daarboven te vervullen. Dit is een grafiek om u af te schrikken, maar in feite geeft die grafiek een beetje weer wat het ganse financiële systeem is. Dus je ziet de banken hier, maar het financiële systeem is veel meer. Je hebt verzekeraars, pensioenfondsen, investeringsfondsen, je hebt aandelenmarkten, obligatiemarkten, schaduwbankieren, misschien hebben sommigen daar al van gehoord. Dus je hebt een hele potpourri van instellingen en markten die mensen met te veel aan geld verbinden met mensen die een tekort hebben aan geld. Laten we zeggen, de iets wat oudere mensen onder ons hebben vaak gespaard en willen dat spaargeld goed aan het werk zetten, een rendement op verdienen. Wel, er zijn mensen aan de andere kant, jonge mensen met goede ideeën, die projecten willen opzetten. En het financiële systeem gaat daartussen staan en probeert die mensen met elkaar in contact te brengen. Maar dus, inderdaad, wat ik ga doen, is voornamelijk alles reduceren tot die banken. En ik heb daar enkele goede redenen voor. Banken zijn heel belangrijk binnen het systeem. Zijn ook heel belangrijk om te begrijpen waar de crisis over gaat. En ook volgens Bernanke en andere beleidsmakers zijn die banken een van de belangrijkste oorzaken van de crisis. Oké. Als we de crisis willen begrijpen, dan moeten we helaas, dat is het slechte nieuws, boekhouden kunnen. We moeten een balans kunnen lezen. Dat klinkt afschuwelijk en saai, maar dat is het niet. Ik kan u garanderen, en u zal het ook zien, dat boekhouden op een eenvoudige manier uitgelegd helemaal niet saai hoeft te zijn en eigenlijk heel veel inzichten kan brengen. Wat ik u wil tonen is hoe een balans van een jong gezin, we proberen allemaal een jong gezin, dus velen van ons proberen een jong gezin te stichten, hoe zou dit er kunnen uitzien? Wel, de activa, dat is aan de linkerzijde van de balans, groepeert al hetgene wat het gezin materieel bezit. Het gezin heeft een huis gekocht, het heeft een auto gekocht, heeft nog wat spaargeld liggen en nog wat beleggingen. Als je dat allemaal optelt, krijg je de totale activa van het gezin. Aan de rechterzijde van de balans moet je eigenlijk samenvatten hoe die activa gefinancierd zijn geworden. Voor de huis te kopen heb je vaak nog een krediet dat je moet terugbetalen aan de bank. Voor die auto heb je misschien nog een autolening lopen, ook aan de bank of aan je schoonvader. Maakt niet uit. En hopelijk is het verschil tussen al je activa en de schulden die je moet aan de bank en allerlei andere personen, is dat verschil positief en dat noemt men dan je eigen vermogen. Dat is een soort van je welvaart eigenlijk als jonge gezin. En ik raad u aan om dat elk jaar te doen. En hopelijk zie je je eigen vermogen groeien. In absolute waarde en ook in relatieve waarde als percentage van de totale passieve. Dan ben je goed bezig. Maar als bijvoorbeeld je huis, de huizenprijs, de huis in waarde daalt, dan ga je inderdaad zien dat je eigen vermogen kleiner wordt. Dan moet je oppassen. Oké? Het is heel eenvoudig en dus dat concept kan je perfect toepassen op een bank. Een bank heeft kredieten, die geeft leningen aan gezinnen, aan bedrijven. Die heeft typisch ook enorme obligatieportefeuilles in bezit. Die heeft ook aandelenportefeuilles in bezit. Wat gebouwen, maar ik heb daar een nul gezet, omdat die gebouwen, ondanks dat die gigantisch groot zijn, uiteindelijk zijn die balansen zo groot dat dat niks meer voorstelt. En ze hebben ook wat cashgeld of wat kasbons die zij snel kunnen te gelden maken. Dat is wat de activa zijn van een bank typisch. Hoe financiert een bank al die zaken? Wel door ons spaargeld dat wij aan de bank komen afgeven. En ook in grote mate door korte termijn schulden aan te gaan. Er zijn investeerders, typisch andere banken of verzekeraars, die dat schuldpapier opkopen en telkens vernieuwen. Ook schulden op lange termijn, langer dan een jaar. En tenslotte is daar dus ook het concept van eigen vermogen. Of kapitaal.
Nu, waarom zeg ik dat? Dat is om uit te leggen welke schokken een bank kunnen raken. Die eerste belangrijke schok is die Northern Rock-schok. Namelijk dat mensen hun spaargeld komen opvragen. Dus tevoren was dit hier geloof ik 40-40. Dus ik ga ervan uit dat dat spaargeld met 10 eenheden zakt en dat die schulden op korte termijn met 30 eenheden zakken. Dus een soort van run op de bank. Hoe kan die bank dat opvangen? Wel, ze kan dat opvangen door dat cashgeld te gebruiken om dat spaargeld terug te betalen. Maar u ziet, er is niet voldoende cashgeld. Dat is het probleem. Okay. Dus wat moet de bank doen? Ofwel in allerijl obligaties beginnen verkopen, maar dat is vaak tegen een slechte prijs, dus met verlies. Ofwel moet zij hopen dat de centrale bank haar komt helpen en haar een noodkrediet geeft aan de passiefkant. Okay. En dus als men spreekt over liquiditeitsratio, dan bedoelt men hoeveel cash en kasbons heeft men die men snel kan te gelden maken als percent van de totale activa. In dit geval is dat 10%. Dat is eigenlijk de private verzekering. Dat is wat de bank eigenlijk als buffer heeft, als stootkussen om zo'n opvragingen van geld op te vangen. En dus de publieke verzekering is de centrale bank die kan inspringen, oftewel ook de overheid. Het tweede probleem is aan de actiefkant. Dus de run is aan de passiefkant. Het tweede probleem is aan de actiefkant, namelijk dat de bank heeft slecht geïnvesteerd. En ze loopt op verliezen. Dus de activen zijn minder waar dan ze hadden gedacht en hadden gehoopt. Hoe vertaalt dat verlies zich aan de passiefkant? Wel, een verlies moet eerst gaan naar de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben de winst in de goede tijden, dus ze moeten ook de verliezen boeken in de slechte tijden. En dus die eigen vermogen, dat kapitaal, is eigenlijk ook een stootkussen die dat banken hebben om dat soort schokken op te vangen. En men spreekt dat een bedrijf of een bank failliet is als inderdaad dat eigen vermogen negatief wordt. Oké, dat is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Dat gaat ons helpen om beter te begrijpen waar we het hier over hebben. Want als we inderdaad spreken over too big to fail banken, wat wil dat dan zeggen? Wel, dan hebben we het over banken die gigantisch grote en complexe balansen hebben, die heel dunne stootkussens hebben, dus heel weinig eigen vermogen, heel weinig liquide activa, die onderling enorm verweven zijn met elkaar en tenslotte die van essentieel belang zijn voor de economie, in termen van zij organiseren het betalingssysteem en zij geven als product een spaargeld dat liquide is, dat op elk moment kan opgevraagd worden. Dus we spreken ook van banken die too complex to fail zijn, too interconnected to fail, too systemically important to fail, enzovoort. Nu komen we tot de boeiende grafieken. Als ik zeg, ze zijn heel groot, dan zijn ze echt heel groot. Dus hier zie je dat individuele banken, zoals ING, zoals noem maar op, Santander, die hebben balansen die op zichzelf groter zijn dan het bruto binnenlands product van hun land. Oké? Gigantisch groot. Als je dat natuurlijk uitdrukt als percent van het EU-BBP, dan ziet het er al veel beter uit. Maar in de EU zijn de banken nog steeds nationaal. De crisis gaat dat veranderen. We gaan stilletjes aan naar Europese banken gaan. Maar voor de crisis en tijdens de crisis waren banken nationaal. En dus banken ten opzichte van hun nationale BBP zijn gigantisch. Ik heb ook eens... er is een probleem. Ik heb ook eens, misschien terwijl dat het terug wordt opgestart, die balansen vergeleken met de balansgroottes van niet-financiële bedrijven. Denk aan Electrabel, Belgacom, Siemens, noem maar op. Wel, als je dat in een grafiek aantoont, dan zul je zien dat Siemens, dat is een dwerg ten opzichte van de bank in termen van balansgrootte. Die zijn erg klein. Ik geloof dat de gemiddelde balansgrootte van een bank in de orde grootte is van 1600 miljard euro. Oké? En je ziet dat
Je ziet dat dat voor bedrijven zoals Siemens, in de energiesector, in de telecomsector, dat dat typisch maximaal 100 miljard is voor de top 10 van die bedrijven per sector. Dus je ziet, dat zijn gewoon dwergen in balansgrootte ten opzichte van de banken. Hier geef ik een idee over de complexiteit van die banken. We spreken over banken die 3000 miljard dollar aan totale activa hebben, aan leningen, obligaties, eigen aandelen enzovoort. Maar die zijn enorm complex, dus die hebben soms wel 2000 juridische dochterondernemingen die actief zijn in soms wel 50, 60 verschillende landen, die elk hun eigen belastingssysteem hebben, hun eigen faillissementwetgeving hebben. Dus dat is een ongelooflijk kluwe van instellingen dat het totaal heel, heel complex maakt. Dit vind ik zelf een heel frappante grafiek. Dus hier kijken we naar de buffers, dus naar het eigen vermogen als percentage van de totale balansgrootte. En je ziet opnieuw dat de financiële sector als eigen vermogen ongeveer 6%... dus het eigen vermogen van de financiële sector ongeveer 6% bedraagt van de totale balans. Het gemiddelde van alle andere sectoren in de economie is ongeveer 40%. Sommige sectoren iets minder, meer naar 30%, maar andere iets meer richting 50%. Okay? Dus ondanks dat banken veel belangrijker zijn voor de stabiliteit van het financiële systeem, zie je dat die buffers veel kleiner zijn. Dat is heel frappant. Dus de vraag is, de cruciale vraag is, hoe kan dat? Hoe kan het ten eerste? Waarom zijn die zo groot? Is dat altijd al zo geweest? En hoe zijn ze inderdaad zo groot geworden? Waarom zijn die stootkussens, om schokken op te vangen, waarom zijn die zo klein? Is dat altijd al zo geweest? Waarom is er zo weinig vermogen? Waarom is er zo weinig liquide actief? Dat zijn heel belangrijke vragen. Wel, het antwoord op die eerste vraag van is het altijd al zo geweest? Nee. Oké? Dus hier geef ik een grafiek die teruggaat tot 1880. En die grafiek geeft u weer hoe de opgetelde balans van alle Britse banken, hoe groot dat die opgetelde balans is als percentage van het bruto binnenlands product van Engeland. En je ziet dat voor ongeveer een eeuw, voor 100 jaren lang, is dus die Britse banksector ongeveer 50% van het BBP geweest. Dat wil zeggen, de banken groeien, maar ze groeien niet veel sneller dan de economie. En dan zie je dus inderdaad een structurele breuk. Vanaf 1970, 1980 in sommige landen, zie je dat plots die Britse banksector explodeert in grootte. Dus van 50% van het BBP gaat het naar 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, 600% en dan komt de crisis. Okay. Dus wat is hier aan de gang? Hoe kan dat? Dat willen we begrijpen. En het is heel belangrijk om in te zien dat dat niet altijd al zo geweest is. Het gaat over één generatie, op één generatie tijd, op 30 jaar. Op een goede 30 jaar zijn die balansen geëxplodeerd in grootte. Het is niet overal zo erg als in Engeland. In sommige landen is het erger. Ierland is het erger. Cyprus is het erger geweest. Noem maar op. Het gemiddelde over heel de Europese Unie bedraagt 3,5 keer het BBP. Dus de banksector per lidstaat, gemiddeld gezien, is 3,5 keer het BBP. België zit daar ongeveer, geloof ik, dicht tegen. Maar je ziet, Ierland hier, Groot-Brittannië hier, Cyprus, heel grote bancaire sectoren, nog altijd tot op vandaag. Als we eens naar de stootkussens gaan kijken, hoe zijn die geëvolueerd doorheen de tijd? Opnieuw, van 1880, dus we gaan meer dan een eeuw terug. En je ziet, en dat is de paradox, je ziet dat die stootkussens kleiner zijn geworden. Net in de periode dat de banken groter zijn geworden, systemisch belangrijker zijn geworden. Dus dat is een paradox die we moeten verklaren en goed in het achterhoofd houden. Nu, één verklaring waarom dat gebeurd is, is natuurlijk dat in de goede tijden dat het interessant is als aandeelhouder en als manager, als je een aandeelpakket hebt, om met kleine buffers te werken. En je ziet dat ook. Je ziet hier het rendement op het eigen vermogen.
opnieuw een structurele breuk rond de jaren 70 voor die Britse banken. Voor 1970 was het gemiddelde rendement op eigen vermogen 7%. En er was heel weinig volatiliteit, dus bankieren was saai. En dan zie je dat vanaf 1970 dat bankieren niet langer saai is, maar eerder, als ik het mag zeggen, sexy, volatieler. En een gemiddeld rendement op eigen vermogen van 20%, jaar na jaar. Okay? Er zit veel meer volatiliteit op. Je kan, soms kan dat een pak minder zijn, maar gemiddeld gezien 20%. Okay? En dat is die vertaling van het krimpen van die buffers. In de goede tijden, prima, leuke rendementen. In de slechte tijden, als er paniek uitbreekt, paniek, want er is geen buffer om die verliezen op te vangen. Wat zit er dus inderdaad nu achter die structurele breuk in de jaren 70-80? Wel, dat is wat men noemt het transactie-georiënteerd bankieren. Bankier is veranderd van businessmodel. Voor 1970-1980 was bankier relatie-georiënteerd. Ze gaven leningen aan bedrijven en gezinnen. Ze kenden die heel goed. En ze hielden vast aan die leningen. Ze hielden die hele tijd tot het einde van de looptijd, gedurende 20 jaar lang. Transactiebankieren was heel anders. Wat deden de banken? Door de technologie liet hen dat toe. Zij verpakten verschillende leningen en ze verkochten die pakketjes leningen aan andere investeerders. Dus die leningen die genereerden cashflows. En dus je kan dat eigenlijk alsof het een obligatie is verkopen aan andere investeerders. En met het geld dat je krijgt van die verkoop kan je weer nieuwe leningen maken. En dat was een enorme verandering, dat is de effectisering, dat is dus het transactie-georiënteerd bankieren dat financiële innovatie heeft toegelaten. Nu, de autoriteiten hebben dat altijd gesteund. En ze hebben dat gesteund omdat zij inderdaad veel voordelen daarin zagen. Ze dachten, van, dat is goed voor de groei, hè, want je kan veel meer kredieten genereren. Dat is ook goed voor de financiële stabiliteit. Want je kan die leningen verpakken en die van de balans halen. Je kan die doorverkopen aan mensen die dat dan misschien beter kunnen beheren. Okay. Het geeft meer liquiditeit. Het geeft meer waardetransparantie. Je kan beter de prijs van dat pakketje leningen bepalen als dat wordt verhandeld. Dus daar zat een hele filosofie achter die, gegeven de crisiservaring, ons enorm heeft teleurgesteld. Dus die risico's bleken helemaal niet verspreid te zijn, maar die bleken vooral op de balansen van de banken terechtgekomen te zijn. Dus de banken hebben zelf die pakketten liggen opkopen. Het heeft tot meer onderlinge verwevenheid tussen de banken aanleiding gegeven. De banken verwaarloosden hun rol als monitor van kredietwaardigheid van gezinnen en bedrijven, als producent van informatie. En de belangen van de bank en de cliënt waren niet meer gealigneerd. In de oude tijden, de traditionele tijden, als een gezin het goed deed, of als een bedrijf het goed deed en zijn lening terugbetaald, was dat ook goed voor de bank. Dus de belangen waren gelijkgesteld. Dat is niet langer het geval, of niet altijd meer langer het geval, in het nieuwe model. Ik heb dat hier wat samengevat. Ik heb er al eigenlijk veel over gezegd, dus dat is meer als referentie voor later, voor de studenten onder ons, voor het examen, om nog eens na te lezen. Okay, misschien hier nog even de nadruk op leggen. Als je overgaat van het relatie-georiënteerd naar het transactie-georiënteerd bankieren, dan wordt het too big to fail probleem veel acuter. Dus die balansen kunnen veel groter worden. De bankstructuur, dus hoe dat een bank gestructureerd is, wordt ook een grotere zorg. En het crisisbeheer, hoe ga je om met een falende bank, dat wordt veel moeilijker als banken veel complexer en groter worden dan voorheen. Okay. Dus samengevat, waarom zijn ze zo groot geworden? Waarom ze met zoveel schuld? Waarom met zo weinig eigen vermogen? Wel, heel eenvoudig gezegd, omdat het kan. Airbus bijvoorbeeld kan niet zo snel haar balans doen groeien, want het kost veel moeite om nieuwe fabrieken te bouwen, nieuwe vliegtuigen te bouwen. Een bank kan dat veel makkelijker. Dus financiële innovatie en technologie laat dat toe. Ten tweede, heel belangrijk,
De publieke vangnetten, dus het feit dat je deposito-garantiesysteem hebt, dat je een too big to fail, eigenlijk impliciete garantie hebt, dat maakt dat je eigenlijk de marktdiscipline uitschakelt. Als een ander bedrijf te groot wordt, dan gaan de schuldeisers nerveus worden en hoge rentevoeten vragen. Dat gaat hier niet opgaan, omdat die voelen zich gesteund door die veiligheidsnetten van de overheid. Dus je krijgt veel minder een controle op de groei van die instellingen. En tenslotte, inderdaad, de regelgeving en het mededingingsbeleid hebben daar geen stokken in de wielen gestoken. Omdat zij geloofden in de filosofie dat het goed was voor groei en stabiliteit. Ten tweede, het kan, maar ook iemand heeft er baat bij. Zoals aangetoond, het geeft aanleiding tot enorme winsten in de goede tijden. En in de slechte tijden kan je als aandeelhouder niet meer verliezen als je investering. Dus je schuift eigenlijk de grote verliezen af op de belastingbetaler, op ons allemaal. Oké, dus samengevat, wat is er gebeurd? Er is een agressieve, korte termijn schuldgefinancierde groei van de balans heeft zich afgespeeld sinds de jaren 80. Veel meer leningen, veel meer obligatieportefeuilles, vooral door korte termijn schuldpapierfinanciering. Dus een fragilisering van het bancaire systeem. De analogie is dat je eigenlijk op eenzelfde hoeveelheid eigen vermogen of kapitaal alsmaar meer verdiepingen bouwt. Ik heb hier een foto van, dat is het hoogste houten huis ter wereld, dat is ondertussen afgebroken in Rusland. En de idee is inderdaad dat je eigenlijk op eenzelfde fundament alsmaar verdiepingen blijft opbouwen. Of om dat in een grafiekje samen te vatten, een bank 50 jaar geleden 34% van het bruto binnenlands product, vooral leningen, vooral spaargeld. Nu, een moderne bank, veel meer leningen, maar ook veel meer obligaties en andere effecten. En veel meer schuldfinanciering. Dat is de overgang tussen die twee modellen. Oké, dus al die elementen, groot, complex, dunne stootkussens, verwevendheid, dat zorgt voor too big to fail. Wat is het gevolg van too big to fail? Wel, too big to fail. Dus je kan niet in failliet gaan, dat is veel te kostelijk voor de samenleving, dus je gaat gered moeten worden. Okay. Dat is de ex post. Dat is een ex post gevolg. Er zijn ook een aantal ex ante gevolgen waar ik zo dadelijk op ga alluderen. Maar laat mij eerst iets zeggen over die bail-out. Die onderste quote hier is een quote van het officiële verslag van de G7, net na de maand na Lehman Brothers. En dus zij stellen, dus de grootste industrieën, de grootste economieën ter wereld stellen, dat ze akkoord gaan om actie te ondernemen en om alle beschikbare middelen te gebruiken om systemisch belangrijke financiële instellingen te ondersteunen en hun faillissement te vermijden. Letterlijk, zwart op wit, kunt erop zoeken. Dus het was zo kostelijk voor iedereen en zo duidelijk voor iedereen dat het zo kostelijk ging zijn dat men eigenlijk niet aanvaarde, er alles aan wilde doen om te voorkomen dat die instellingen in faillissement gingen gaan. Dus van een wanordelijk bankroet faillissement scenario dat gepaard gaat met paniek en waar de overheden niet ingrijpen, gaat men eigenlijk over naar een nieuw paradigma waarin men zegt dat is veel te kostelijk, die paniek, dat kunnen wij als economie niet dragen. We moeten het vertrouwen herstellen, al is dat tegen een heel hoge kost. Okay, dus hier spreken we over die bail-out, het garanderen van schulden en het injecteren van kapitaal om dat faillissement te voorkomen. Hier een samenvatting van hoeveel geld dat er tegenaan gegooid geworden is geweest voor Europa. Dus je ziet herkapitaliseringen, dus de overheid injecteert kapitaal in een bank. Ten tweede, de overheid garandeert nieuwe uitgiftes van schuldpapier. Dus herinner u, de allergrootste banken waren niet langer meer in staat om schuldpapier aan iemand verkocht te krijgen. Ze hadden daar een overheidsgarantie voor nodig. Niemand vertrouwde meer die banken, ook niet de banken onderling. Dus het was enkel met zo'n garantie dat zij dat papier nog verkocht kregen. En tenslotte ook aan de actief kant van de balans zijn de overheden bepaalde, wat men noemt, toxische activa gaan opkopen boven de marktprijs.
Dat men stelde, de marktprijs, dat is paniek, dat is geen serieuze prijs. We gaan als overheid de redelijke prijs betalen en zo de banken helpen. Hoeveel miljard is er tegenaan gegooid? In totaal 1,6 triljard. Ik weet niet of dat het juiste woord is in het Nederlands. Maar dus 1600 miljard euro is er tegenaan gegooid. In feite op een paar maanden tijd, dus minder dan een jaar tijd. Voornamelijk garanties, dus op nieuwe schulden. Maar ook inderdaad honderden miljarden aan rechtstreeks injecties van kapitaal. En ook opkopen van activa. Hier zijn nog twee kolommen. Dit is de totale begrote bedragen. Dus de parlementen, we moesten altijd goedkeuring vragen, de parlementen hebben veel grotere budgetten nog goedgekeurd. Dus zover mochten ze gaan. Ze mochten tot 40% van de economie eigenlijk, 40% van het BBP eigenlijk inzetten, maar ze hebben uiteindelijk maar deze bedragen, 13% van het BBP, effectief gebruikt. Hier is een foto van de EU. Bedoeling om grappig te zijn. Dus je ziet daar de Europese leiders. Hè. En wat ik hiermee wil benadrukken, is dat ze niet noodzakelijk dezelfde visie hebben. Hè. Dus, ze kijken niet allemaal dezelfde kant uit. Sommigen naar links, anderen naar rechts. En dit is belangrijk. Waarom? Het budget van de Commissie en van de Europese Unie-instellingen is 1% van het BBP. Dat is niks. Dat wordt gegeven naar het landbouw en naar steun van regionale steun. Daar wordt niks van gegeven aan andere dingen. Dus die lidstaten, die hebben het geld om de banken te redden, om die acties uit te voeren. Maar er is een gevaar natuurlijk dat sommige lidstaten proberen hun banken te redden ten koste, ten nadele van andere landen. En dus daar was een belangrijke rol voor de EU-staatssteuncontrole om te proberen die zaken gecoördineerd te krijgen. De ECB heeft ook heel veel gedaan. Ik ga daar niet veel over zeggen, maar ze hebben massaal liquiditeiten gepompt in het systeem. Dat kunnen jullie ook nalezen. Dus eigenlijk, als je erover nadenkt, de overheden hebben activa opgekocht, ze hebben spaargeld, dat is sowieso gegarandeerd, en ze hebben de schulden ook voor een stuk gegarandeerd, of de ECB heeft daar korttermijn schulden vervangen. Dus als je daarover nadenkt, dan moet je concluderen dat ten eerste bankieren belangrijk is voor de stabiliteit van het financiële systeem, en ten tweede dat het banksysteem implicaties heeft voor de ganse samenleving. Hier nogmaals het verschil tussen de lidstaten in hoeveel steun zij gegeven hebben aan hun banksector. Je ziet dat Ierland daar bovenuit steekt. Dus de Ierse staat heeft massaal steun moeten geven aan haar banken. Dat was een enorme vastgoedbubbel die gebarsten is. Banken kwamen in diepe problemen en de overheid heeft die gered aan een ontzaglijke grote kost. Dus je hebt eigenlijk twee gevallen. Je hebt het geval waarin de banken de staat dreigen mee te sleuren. Dat is het Ierse geval. En waarom is dat zo? Wel, omdat het kapitaal dat moet geïnjecteerd worden in de banken zo groot is dat de staat er zelfs bijna aan onderdoor gaat. Herinner u 25% van het BBP naar 125% van het BBP. En ten tweede dat de benodigde overheidsgaranties ook dermate groot zijn dat de kredietwaardigheid van de staat in gevaar wordt gebracht. Maar het kan ook de causaliteit kan ook andersom lopen, namelijk dat de staat de banken mee in haar val sleurt. Dat is het geval van Griekenland. Ten eerste omdat banken heel veel overheidsobligaties op de balans hebben. Als dus de overheid het slecht doet, daalt die waarde en komt de bank in de problemen. Okay. En ten tweede hangen ze ook af van de geloofwaardigheid van de publieke veiligheidsnetten. Wat als, ik dacht, dus we hebben een prijs gewonnen geloof ik onlangs, een geweldig programma vind ik zelf, en ik dacht dat ook deze grafiek daar dan bij paste. Dus wat als de top 20 grootste banken gelijke tred hadden gehouden met de groei van de economie, dan zie je dat we in dit scenario zouden terechtgekomen zijn tussen de 90 en 2012, maar dit is de werkelijkheid geweest. Dus deze grafiek toont eigenlijk aan dat die
expansie van het systeem vooral eigenlijk exclusief te wijten is aan die 20 grootste banken. Aan niemand anders. Er zijn 8000 banken in Europa. 8000. En dus die geweldige expansie wordt gedreven door de 20 grootste banken. Ik heb nog een kwartiertje. Zeker, hè? Kwartiertje, 9 minuten. Oké. Okay. Dus impliciete subsidies. Dus wat wil die grafiek hier zeggen? Wat dat kredietwaardigheids, wat credit rating agentschappen doen, is zij plakken een kredietwaardigheidsscore aan een bank. We zullen vooral zeggen, een bank die is actief in die landen, die doet die business wel, we plakken daar een score van A+ op. Maar tegelijkertijd, wat die kredietratingagentschappen ook doen, is die plakken een gezondheidssticker op het feit dat die bank ook potentieel gesteund wordt door de staat achter haar. Dus die tweede score ligt typisch hoger. Dus in plaats van een A+, krijgen zij een AA+. Zuiver en alleen omdat ze dus kunnen genieten van de steun van de overheid. En dus het verschil tussen die twee, in dit geval, zijn drie stapjes. Okay. Maar die drie stapjes maken eigenlijk veel verschil uit. Want als bank kan je goedkoper financieren als je veel gezonder wordt aanzien, dan wel als je minder gezond wordt aanzien. En economen proberen dat te becijferen. En ze komen tot de conclusie dat dus voor de 114 grote EU-banken, grootste EU-banken, dat je dus over een jaarlijks subsidievoordeel kunt spreken van ongeveer 60 miljard. Elk jaar, in de crisis was het veel hoger, ging het naar 100, 120 miljard, maar is dat je jaarlijks eigenlijk door die too big to fail perceptie je goedkoper kunt financieren. Dat is een probleem. Ik heb ook mededingingsbeleid gedaan. Dat is ook een probleem tussen grote en kleine banken. Hier wordt datzelfde voordeel uitgedrukt in basispunten. Dus die banken, die grote banken, kunnen zich gemiddeld gezien 100 basispunten goedkoper financieren. Dus in plaats van 3% te betalen, moeten zij maar 2% betalen om aan hun funding te geraken, hun financiering te geraken. Uiteraard verstoort dat ook de eerlijke mededinging. Dit is wat technisch en gegeven de tijd ga ik dit overslaan. En nog eens een quote van Ben Bernanke. Die stelt dat het too big to fail probleem, en dat is in maart 2013, niet opgelost is. Het is er nog steeds. Het was een belangrijk deel van de oorzaak en we zullen geen succesvol antwoord hebben gegeven op de crisis indien we dat probleem niet succesvol aanpakken. Dus 2013, maart, stelt hij dat nog altijd niet opgelost is. Hoe proberen we het op te lossen? Dat too big to fail. We hebben gezien wat het drijft, we hebben gezien wat de gevolgen ervan zijn. Hoe proberen we dat nu aan te pakken als autoriteiten? Wel, door verschillende strategieën. Ten eerste, en belangrijk, meer kapitaal, beter kapitaal. Kapitaal dat meer in staat is om verliezen op te vangen. Ten tweede, we moeten de overheid de macht geven om de bank eigenlijk over te nemen, vooraleer ze failliet gaat, en ze op een zo goedkope manier eigenlijk af te wikkelen. De bankenunie heeft Europa ook proberen op poten te zetten. Ik ga daar dadelijk ook iets over zeggen. En tenslotte wordt er ook gesproken over het splitsen van de banken tussen investeringsbankieren en commercieel bankieren. Dus er zijn verschillende strategieën om dat too big to fail probleem aan te pakken. Nogmaals, ik focus hier op de banken, maar de agenda is heel breed. Dus er zijn 40 wetten die de Europese Commissie geschreven heeft en die uiteindelijk zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. En die hebben allemaal als doel om een veiliger financieel stabiel systeem te hebben, een eenvoudiger financieel systeem, een Europeeser systeem en uiteindelijk een eerlijker systeem. Dus er zijn heel veel initiatieven genomen en gegeven het tijdsgebrek kan ik uiteraard daar verder niet veel over niet veel zeggen. Maar wat is dus de impact geweest van die nieuwe hervormingen? Wel, hier zie je de impact op de liquiditeit. Dus de hoeveelheid liquide activa als percent van de totale activa. Je ziet paradoxaal, de buffers werden afgebouwd tussen 1970 en 2008. De crisis komt, je hebt amper liquide activa. En je ziet, het gaat omhoog.
Okay. In vergelijking, we zitten terug op het niveau van 78. Ik kan zeggen, van, het is nog altijd niet echt heel geruststellend, maar je ziet dat de trend hier gekeerd is. Tweede, kapitaal. Hè, dus het eigen vermogen. De voorzitter van de Financial Stability Board, dus eigenlijk een vrij belangrijk man in die materie, stelt dat we de hoeveelheid eigen vermogen met een factor 7, A10, A13, het hangt er vanaf wat je meetelt, hebben verhoogd. Dus de hoeveelheid kapitaal die we hadden als de crisis toesloeg, hebben we met een factor 10 tot 13 verhoogd. Okay, we vereisen dat de banken 10 keer meer eigen vermogen aanhouden. Nu, sommige critici zeggen, 10 keer 0 is ongeveer 0. Hè? Dus dat is de kritiek. Maar in ieder geval zijn die vereisten significant omhoog geduwd. Je ziet dat opnieuw in de grafiek. Dit geeft hoeveelheid goed kapitaal, kapitaal dat verliezen kan absorberen, als percentage van risicogewogen actief. En je ziet dat die sterk hier omhoog gaan. Wat is er nog gebeurd? Dat was die tweede box. We hebben een crisisbeheer, speciaal crisisbeheer voor de banken, op poten gezet. Vind ik ook een van de meest markante feiten. De Amerikanen hebben in de Grote Depressie, als er daar duizenden banken over kop zijn gegaan, ze hebben die banken toen gesloten voor een week. President Roosevelt heeft die gesloten voor een week. En enkel de gezonde banken mochten na een week terug opengaan. Ze hebben ook de FDIC opgericht. Dat is eigenlijk een instelling die de macht heeft om een bank over te nemen, het management buiten te zetten en eigenlijk te zorgen dat die bank op een zo goedkope manier kan uit de markt gehaald worden. En de Amerikanen hebben dat voor 500 van hun banken gedaan tijdens de crisis. Dus 500 relatief kleine banken weliswaar zijn ordentelijk afgewikkeld in de Verenigde Staten. In Europa bestond dat niet. De autoriteiten waren niet voorbereid. Zij hadden die speciale machtigingen niet. Zij konden niet zomaar ingrijpen, omdat de aandeelhouders anders naar de rechtbank zouden kunnen stappen om hun gelijk te halen. Maar dus nu wat men geprobeerd is dus dat speciaal crisisbeheer op te richten, waardoor je vertrouwen, dus paniek kan vermijden en toch die budgettaire kost naar beneden krijgen. Dat is wat men noemt de bankenunie. De bankenunie is ten eerste dat het toezicht beter moet worden op de banken. Dat wordt naar de ECB toegeschoven. Ten tweede wordt er een speciale instelling opgericht om die banken zo goedkoop mogelijk af te wikkelen. Ik weet niet of je iets van gelezen hebt in de pers, maar er zijn drie kandidaten om die nieuwe instelling, die 1 januari nu van start gaat, te leiden. En twee van die drie kandidaten zijn Belgen. Je hebt Philippe Maystadt en Luc Koenen. Dan is er nog een Duitse tegenkandidaat, maar dat zijn de drie kandidaten om die belangrijke nieuwe instelling te gaan leiden. En eigenlijk moeten we kiezen tussen ofwel meer Europa, wat ons toelaat om in principe meer efficiënt te zijn, hè, want er kan een teveel aan spaargeld zijn in één land en een tekort aan financiering in een ander land, dus je kan dat zo oplossen. Maar er zijn twee evenwichten. Je kan ook naar minder Europa gaan, meer fragmentatie, maar er is geen tussenweg. Je kan niet nationaal proberen toezicht te houden op de banken, terwijl die banken Europees actief zijn. Dat gaat niet. Ofwel wil je Europese banken, maar dan moet je ook Europees toezicht, Europese resolutieautoriteiten hebben. Oftewel zeg je van, nee, wij willen nationale banken, dat is ook een stabiel evenwicht, dat zal minder efficiënt zijn. Dan moet er tussen kiezen. Oké, dus zoals gezegd, die eurozone-crisis, die ga ik niet kunnen behandelen wegens tijdgebrek. Uiteindelijk komt erop neer dat de oorzaken van die eurozone-crisis de groeiende divergenties zijn in fundamentals, in loonkosten, in inflatie tussen de lidstaten. En er waren geen aanpassingsmechanismen. Dus die dingen zijn opgebouwd, die druk is opgebouwd en de druk kon daar nergens weg tot de kruik is gebarsten en vele lidstaten of een aantal lidstaten zich niet meer konden financieren. Ze hebben dan eigenlijk steun gekregen van andere lidstaten in de eurozone en eigenlijk
hebben we de EMU ook hervormd. Maar helaas, dat zal misschien voor volgend jaar zijn, of kan ik daar ook wel eens een les mee vullen. Dus ik ga die slides hier helaas moeten skippen. Dus ik ga afsluiten met de evaluatie, enkele slides over de evaluatie van die hervormingsagenda. Oké. Dus waar staan we nu eigenlijk? 6 jaar na de crisis, hebben we voldoende hervormd? Is het glas half vol of is het half leeg? Wat moeten we daar nu van denken? Wel, mijn visie opnieuw. Zeker niet die van, noodzakelijk die van de commissie, maar mijn visie is dat er zeker belangrijke positieve zaken zijn gebeurd. Ten eerste, we hebben een grote depressie vermeden. Dat is niet zo evident. Ten tweede, gaan de hervormingen, dus die 40 wetten, allemaal in de goede richting? Oké. Je kunt de vraag stellen of dat ze ver genoeg gaan. En ik zal daar evidentie van gaan geven dat dat misschien op sommige plaatsen twijfelachtig is. Ten tweede, die positieve zaak is dat we het financieel systeem eindelijk reguleren en bekijken als een systeem. Vroeger keek men naar elke instelling en men zei, is die instelling gezond? Maar men keek niet naar de samenhang tussen de instellingen. We hebben nu geleerd dat we allemaal in hetzelfde bad zitten. We zijn van elkaar afhankelijk en we moeten het systeem als geheel bekijken en bestuderen. En ten derde, sommige hervormingen zijn politiek erg ambitieus en historisch. Dus die bankenunie, de experten zeggen inderdaad dat het de grootste verschuiving van soevereiniteit is in de moderne geschiedenis van Europa. Dus dat is belangrijk als de invoering van de euro. En dat klopt ook, want de euro, je zegt van ja, je geeft eigenlijk je eigen munt op, maar België had niet echt een eigen munt. Want als de Duitsers hun rentevoeten optrokken, met 50 basispunten, dan moest België onmiddellijk volgen. Of anders deprecieerde de Belgische frank. Dus we hadden geen keus, we moesten de Duitsers volgen. Dus zo'n grote opgave van soevereiniteit was dit niet. Dit hier, de bankenunie, is echt een grote stap waar we toezicht en het oplossen van de problemen van de banken verschuiven naar Europa. We maken ook veel meer gebruik van verordeningen in plaats van richtlijnen. Een richtlijn zegt enkel wat het doel is en het laat de lidstaat vrij om dat doel te bereiken op een bepaalde manier. Dus je krijgt veel meer heterogeniteit, veel meer eigen aanpakken. Een verordening legt niet enkel het doel vast, maar ook de manier waarop. Dus daar is veel meer harmonisatie door verordeningen te gebruiken. En tenslotte zijn er ook permanente financiële vangnetten opgezet. In termen van uitdagingen en aandachtspunten die ik zelf zie, dan zou ik er 5 opsommen. 1, en een vrij belangrijke denk ik, is, zijn die hervormingen effectief? Hè? Kunnen we effectief gerust slapen 's nachts? Is dat too big to fail probleem opgelost? Is dat crisisbeheer performant? Zijn die buffers en die stootkussens voldoende verhoogd? Wel, de beslissingen zijn genomen, dus we zullen moeten kijken. De proof of the pudding is in the eating. Of dat we effectief de komende 20 jaar veilig zijn. Ik persoonlijk had liever gezien dat men verder gegaan was. Ik zal daar evidentie van geven zo dadelijk. Een tweede punt, bankcultuur. Zelfs na die massale overheidsinterventie, tot op de dag van vandaag, zijn er nieuwe schandalen die telkens opkomen. Dus het feit dat banken bepaalde indices manipuleren die heel, heel veel gebruikt worden om bijvoorbeeld hypotheekleningen te prijzen. Dat is bizar. Dat is echt bizar. En ik denk dat daar heel veel werk nog rest om dus die private belangen van bankiers, van stafleden van banken, te aligneren met sociale belangen die we allemaal hebben. Concurrentie in de financiële sector. Dus we hebben inderdaad vermeren dat er een grote depressie, een grote crisis was. Maar daardoor zijn de grote banken niet echt kleiner geworden. Integendeel, de concentratie in die bankaire sector is nog groter geworden. Dus hoe zit dat met concurrentie en competitie in de jaren en de decennia die voor ons liggen? Hoge schulden, die zijn er. Die zijn niet zo makkelijk weg te werken. Een belangrijke uitdaging.
En tenslotte, vertrouwen herstellen, dat is ook een grote uitdaging. Dus de EU-lidstaten hebben onderling veel vertrouwen verloren. Tussen Griekenland en Duitsland. Heel bitse tegenstellingen. Ze behandelen de EU vaak als zondebok. En ik denk dat dat inderdaad de foute benadering is. Waarom? Omdat de grote problemen van vandaag, denk aan klimaatverandering, denk aan financiële stabiliteit, aan veiligheid, aan energievoorziening, aan privacy, dat je die enkel kan aanpakken en werkelijk oplossen door samen te werken op Europees en op wereldniveau. Dus ik denk dat een terugplooien op een nationaal niveau eerder de verkeerde tactiek is. Waarom ben ik kritisch over die effectiviteit van het crisisbeheer? Wel, vergelijken is de Verenigde Staten met de EU. Zoals gezegd, de Verenigde Staten hebben 80 jaar ervaring met het afwikkelen van banken. Wij beginnen er net aan. 80 jaar voorsprong hebben zij. Ze hebben in de crisis meer dan 500 banken afgewikkeld. Wij, ik denk dat je ze op 2 of 3 handen kan tellen. Mededingingsbeleid en de boetes in Amerika zijn veel strenger dan in de EU. Wij hebben ze net verstrengd. Ook qua bankstructuur hebben zij een langere geschiedenis van het ordentelijker organiseren van die grote groepen in vergelijking met de variëteit van aanpakken in de EU. En tenslotte zijn de geografische activiteiten van de EU-banken veel breder. De EU-banken zijn veel actiever wereldwijd dan de Amerikaanse banken. De Amerikaanse banken zitten vooral in Amerika en in Groot-Brittannië en in Azië een beetje, maar dat is in veel mindere mate in vergelijking met de Europese banken. En tenslotte is het financieel systeem in de Verenigde Staten veel meer gebaseerd op die financiële markten. De aandelenmarkten, de obligatiemarkten zijn veel groter als percentage van het BBP dan in Europa. Dat veel meer een bankgebaseerd systeem is. Dus om al die redenen zijn die uitdagingen veel, veel groter in Europa. En zelfs als we weten dat die uitdagingen minder groot zijn in Amerika, stelt diegene die verantwoordelijk is in het evalueren of dat die plannen van die Amerikaanse banken dat dat effectief gaat zijn, stelt hij dat er weliswaar duizenden bladzijden geproduceerd geworden zijn, maar dat ondanks die hoeveelheden dat die plannen geen geloofwaardig pad doorheen een faillissement schetsen zonder onrealistische veronderstellingen en zonder directe en indirecte steun. Dus zelfs met die ervaring zijn ze nog steeds niet in staat om die Amerikaanse banken op een geloofwaardige manier zonder overheidssteun te doen failliet gaan. En dat is een statement van 5 augustus 2014. Dat is vandaag. Okay? En nogmaals, in Europa zijn de uitdagingen groter. Waarom ben ik kritisch over, of heb ik nog altijd zorgen over de effectiviteit? Wel, ik heb die grafiek getoond, dus het kapitaal gaat sterk omhoog. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid kapitaal ten opzichte van totale activa, dan blijft dat eigenlijk plat. En als je kijkt naar de kapitaalratio's van de allergrootste banken, die grafiek die volgt niet. Wacht, ik ga die geven. Als je kijkt naar de kapitaalratio's van de allergrootste banken, dan zie je, trouwens België zit hier, dat die allergrootste banken vandaag nog steeds sommige minder als 5% eigen vermogen hebben. Nog steeds, vandaag. Okay. Dus dat is zorgwekkend te noemen. Ik heb nog 2 slides. De eerste is deze, waar ik eigenlijk de dingen samenvat. We komen van heel lang geleden van een systeem dat gebaseerd was op goud. Daar hebben we daarvan afstand genomen. We zijn naar oorzaak naar een fiduciair systeem. Dus iedereen gebruikt geld in het vertrouwen dat je met dat papieren geld zaken kan kopen. Maar je kan dat geld, dat papieren geld, niet gaan omwisselen voor een minimale hoeveelheid goud. Nee, dat bestaat niet meer. Die link met het goud is doorbroken. Wanneer we dus naar dat fiduciair systeem zijn gegaan, zijn er bankruns, hebben zich voorgedaan. Banken zijn failliet gegaan.
Daardoor hebben de overheden veiligheidsnetten geïnstalleerd, depositogarantiesystemen, de centrale banken springen in. Maar als die veiligheidsnetten er zijn, ja, dan dat nodigt uit om meer risico te nemen als bank. Hè. Want je wordt toch niet gecontroleerd aan de passiefkant. En daarom heb je dus financiële regelgeving nodig die eigenlijk zegt van, kijk, als jij daarin wilt investeren, dan ga je minimaal zoveel eigen vermogen moeten opzij zetten. Maar natuurlijk, eens de regels er zijn, heb je banken die gaan proberen de regels te ontwijken. Die regels zijn sowieso complex. En die regels kunnen soms ook verkeerd zijn. Dus je krijgt altijd een soort van wisselwerking, waarbij de regels worden vernieuwd, hervormd, dan worden ze terug ontweken. En dat is eigenlijk de geschiedenis van het bankieren. En die evolutie van altijd maar meer complexere regels is ook een evolutie die ik zelf nogal zorgwekkend vind. Ik had veel liever gezien dat men naar minder complexiteit zou gaan. Ik denk dat het een effectiever regelgevend systeem zal worden. En ik wil eindigen met een laatste quote van Mervyn King. Dat is de gouverneur, ditmaal is niet Bernanke, maar de gouverneur van de Britse Centrale Bank, die eigenlijk toch wel een tamelijk frappante statement maakt. Hij zegt, van de vele mogelijke manieren om het bankieren te organiseren, is de aanpak die we vandaag hebben de ergste. Dat is toch tamelijk frappant. Hij is in 2010 gesteld. Hij zegt dus, verandering is onvermijdelijk. En de vraag is alleen of we een beter systeem kunnen bedenken vooraleer de volgende generatie geraakt wordt door een toekomstige en grotere crisis. Deze crisis heeft al een erfenis van schulden nagelaten voor de volgende generatie. Dat hebben we gezien. We mogen geen erfenis van een fragiel banksysteem nalaten daarbovenop. Ik vind dat een heel terechte bekommernis en een heel terechte conclusie. En hiermee zou ik willen afsluiten. Dank u.